ben op zoek naar Gerrit van Dongen. Het is iets heel unieks. Hij is 65 jaar in dienst. En ik ga eens even kijken waar hij uithangt. Want wat is nu het geheim van 65 jaar lang bij dezelfde baas? Hallo. Je kan heel lang leven en blijft op. Gerrit, ik mag je feliciteren. 65 jaar in dienst bij dezelfde baas. Wat is daar nu het geheim van? Ja, ik heb altijd hele goede directies gehad. Hele goede collega's. En het is een gezellig bedrijf met kwaliteit. Topkwaliteit, zeg maar. Vandaar. Het is een gezellig bedrijf, maar... En de werknemer, want dat is ook iets bijzonders. U bent al 65 jaar lang in dienst. Ja, ik ben 3 keer ziek geweest in 65 jaar. Dus dat is eigenlijk uniek, hè? Dus ik ben eigenlijk een bijzonder mens. Nee. En wat bent u nu aan het doen hier? Ik ben nou blikken aan het vullen. Dus hier vul ik die blikken. En nog steeds met heel veel plezier, zie ik. Ja, met veel plezier. Ik heb er echt nooit geen hekel aan gehad. Ik kan wel zeggen, het is maandag of zo. Nee, altijd gezellig. U gaat met iedere dag met plezier naar uw werk? Ja, ik zou het niet willen missen. Echt niet. En de krant stond ook, als ik stopte, dan ga ik dood. En ze wist ook. Goh, Gerrit, hoe is dat nu begonnen 65 jaar geleden? Ik was een manneke van 14 jaar. Toen ben ik begonnen op het Kloosterplein, recht in het centrum. Ja, en zo is het verder gegaan. Ik ben op de baan gegaan met de bakfiets. Alles weggebracht bij de klanten. En altijd heel gezellig begonnen. Meteen voelde ik me thuis. Wat mocht u doen toen u 14 was? Van allerlei klusjes, die kleine klusjes allemaal. En toen ben ik met koffiebranden begonnen. En dat was geweldig. En waarom vond u dat zo leuk? Ja, leuk. Koffie zeg het al, hè. Gezelligheid, hè. En met topkwaliteit gewerkt. En er is vast een hoop veranderd in die 65 jaar? Ja, er is heel veel veranderd. We zijn verhuisd naar de Knijnenberg. En nu zitten we hier. En dan, we branden geen koffie meer. Hè. Dat doen ze in Zwolle. Dus wij branden niet meer. Dat vind ik wel jammer, hoor. Hier deden wij de monsters in branden. Dus er zijn verschillende soorten. Costa Rica, Guatemala, Kenia of Robusta. En dan werd hier op gas gebrand. En zo branden wij op kleur. Hup, en hier werd hij dan op afgekoeld. En dan de verschillende soorten zo. En daar werd de melange op samengesteld, op de smaak. Hè. Dus hier werd de smaak van de koffie bepaald? Ja, hier werd gekeurd en gedaan. En ja, die moet daarbij, die daar, zo, verschillende dingen. En dan was het goud, rood, zilver. En is er dan qua koffiesmaak nog veel veranderd? Nee, de smaken blijven hetzelfde. Alleen werd het verschillend gezet. Vroeger werd met de fluitketel opgegoten. En toen is met de tijd allemaal stukken machines gekomen. En nu is het allemaal espresso's machines. Dus dat is allemaal wel veranderd. Ja, nu drinken we ook allerlei chique cappuccino. Ja, dat cappuccino en noem maar op. En dat was vroeger niet. Dat was koffie met melk, suiker en einde verhaal. Kijk, lekker bakje koffie erbij. En hoe ziet u nu de toekomst voor u? Ik hoop heel gezond te blijven. En gezelligheid. En dat ik nog lang mag werken bij Mocador. Ik wou de 75 jaar jubileum halen. Kijk, dat is een mooi streven. Daar proosten we op. Met een lekker kopje koffie. Proost. Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van ons? Lekker, hè?